Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Vandaag gaan we het hebben over een Italiaanse druif. En misschien wel de ideale Italiaanse druif. Een karaktertje, eentje die macho is, eentje die pit heeft. En hij heet Nebbiolo. We zitten in Noord-Italië. In de Piemonte. En hier is die Nebbiolo heer en meester. Die snapt deze plek. Die snapt deze cultuur. Die snapt al die truffels die daar uit de grond gehaald worden. En die snapt wat hij daarvoor neer moet zetten. Het is een druif die aan de ene kant heel mooi geurig kan zijn. Heel intens kan zijn. En heel aards en dramatisch. Die drie typeringen van die druif tezamen maken een uniek karakter. Welke twee wijnen laat ik jullie proeven? Eerste, Nebbiolo d'Alba van de Hema, €7,50. Tweede, Barolo van de Dirk 3 en die kost €12,99. Dus het jonge puppy en de volwassen broer. Kijken wat ze bieden voor het geld wat ze ervoor vragen. Alba is een subgebied van de Piemonte. Dus een kleine regio binnen de Piemonte. Je mag nog steeds het fruit overal vandaan halen. En dan noem je het Nebbiolo d'Alba. Barolo is een kleine appellatie. En dat wordt gezien als de hoogste kwaliteit. Je ziet ook zo'n banderol hier omheen zitten. Daar staat op de DOCG. Dat is als het ware het Grand Cru niveau van de Italiaanse wijn. Dit is de hoogste orde. Beginnen we natuurlijk bij de Alba. Je ziet het, hè? Piemonte is altijd die Nebbiolo's met zo'n lichte kleur. Als geurig, als bloemen. Zwarte bessenfruit. Komt het aan het einde het kruidige. Sappig, jeugdig, plezierig, open, drinkbaar. Niet te warm drinken alsjeblieft. Dan blijft het lekker crispy. Ja. Dan Barolo. Er gebeurt meer in de neus. Minder alleen maar dat fruit. Er zitten meer specerijen, meer bittertjes, meer toontjes, meer notigheid. Er gebeurt meer, maar de wijn is wel gereserveerd. Het is wat sober. De sfeer is wat ingetogener. Er zit meer echo in de wijn. Er gaat meer door. Er speelt zich meer om je heen af. Maar ik zeg erbij, binnen het segment Barolo is dit instap Barolo. Dus het is niet enorm complex, er zit niet een eindeloze diepte in. Voor €12,99 is een keertje Barolo proeven, dat is te gek. Dus, fun en culinair. Allebei hebben ze zijn plek en ik denk allebei prijskwaliteit voor wat je ervoor verwacht, is dit allebei een superleuke fles. Bedankt voor het kijken, dit keer was het Nebbiolo, de volgende keer iets anders geks. Graag tot de volgende keer. Tot Vinoniek. Doei!